Als iemand iets wil zeggen, ga je gang. Wij zijn afgescheiden persoonlijkheden, althans wij zijn dat niet, maar wij gedragen ons zo. Kun jij een lijstje geven van afgescheiden persoonlijkheid zijn? Wat is nou de waarschuwing? Ja, dat is wel goed. Wat doen we dat? Het begint ermee dat je aanneemt dat je iets zou zijn wat in een lichaam woont, of dat je het lichaam zou zijn. Dat betekent meteen dat er heel weinig van jou is en heel veel niet-ik. Dus het maakt de scheiding tussen ik en niet-ik. En ik zou dan dit zijn en al het andere eigenlijk niet-ik. Wat meteen een sfeer van dreiging in zich heeft, want het niet-ik, de wereld, zou ik maar zeggen, is heel groot. En ik ben heel klein. Dus er komt een element, een sterk element in, los van het biologische survival dingetje wat gewoon in ieder dier zit, dus ook in ons, komt er een extra belevingssfeer van ik moet zorgen dat ik mijn hachje red en dat ik krijg wat ik nodig heb. En dat leidt er vrij snel toe dat we bijvoorbeeld dingen gaan forceren. Dus de ruimte gaat eruit, omdat we ons afgescheiden voelen. Dus de beleving van dingen komen naar mij toe. En als ik gewoon ben, dan kan ik zien van, hier kan ik op reageren, dat kan ik laten passeren. Er komt dus een begeertecomponent in, zou je kunnen zeggen, of een hebberigheid. Nou, dat projecteren we vervolgens ook op anderen, op familie bijvoorbeeld, die tellen we dan bij ons eigen op. En tegelijkertijd gaan daar machtsspelletjes ontstaan, want we tellen ze wel bij onszelf op, maar we moeten ook zorgen dat ze wel een beetje in het gareel zijn. Want hun slechte reputatie straalt af op mijn reputatie, of ze moeten onvervulde dingen in mij, moeten de kinderen dan bijvoorbeeld gaan uitleven. Dus die moeten dan per se piano spelen, terwijl iedereen kan horen dat het er niet op zit. Dus dat zijn een paar van die dingetjes zo. Ja. Nou, plus als we heel sterk het idee hebben een afgescheiden ding te zijn, dan moet je ook heel erg oppassen met wat je laat zien van jezelf. Want reputatie is een heel belangrijk dingetje bij sociale dieren. Dus ik moet wat ik eigenlijk echt wil, een beetje eronder houden. Ik moet niet het achterste van mijn tong laten zien, want dan weten ze wat ik van plan ben. Dus je krijgt allerlei, laten we zeggen, bijna politiekachtige bewegingen in plaats van een spontaan zo zijn in de constellatie van het moment. Dus de rare grap is ook dat op het moment dat het idee of de sense of being separate eraf begint te vallen, het gekke bijverschijnsel is dat dat organisme of die zogenaamde persoon eigenlijk veel beter tot zijn recht komt. Omdat al die vervormende dingetjes of een heleboel daarvan, die gaan er gewoon afvallen. Er gaat een heel deel angst verdwijnen. Angst, met name vandaar dat aan de leiband en touw heel erg ook gingen, in ieder geval over de sociale terreur, zou ik het bijna noemen. Weet je wel, daar ga je minder vatbaar voor worden. Niet dat je lomp wordt, maar je wordt duidelijker, echter, spontaner. En het is dan meer een kwestie van, als de ander het aanstaat hoe deze functioneert, nou, dan zal die daarbij willen zijn. Staat dat niet aan, nou dan niet. En dat is prima. Want een ander ding wat eruit valt als afgescheidenheid begint op te lossen, is behoeftigheid. Als ik me afgescheiden voel, dan voel ik me per definitie eigenlijk op een bepaald level alleen. En die alleenheid of eenzaamheid, die wil ik niet voelen. Dus ga ik, en dan krijg je dus zo'n term als verbondenheid, verbindingen lopen maken. Of lopen eisen. Ik ga manipulatief worden om te krijgen wat mijn behoeftigheid kan opvullen. Dus ik ga anderen bespelen. En we noemen dat dan sociaal of liefde. Terwijl het behoefte is. En dat is verder niet erg dat er behoeftigheid is. Alle organismen hebben behoefte. Alleen de meesten noemen het gewoon behoefte of praten er niet over. Het is gewoon obvious. Die hond die komt als die gekriebeld wil worden. En als jij hem kriebelt en hij wil het niet, is vrij duidelijk. Dan doet hij zo en dan loopt hij weg.
Weet je wel. En niemand doet daar moeilijk over. Als je vriend of vriendin zo reageert, dan heb je een relatiecrisis. Want als je van me hield, dan... Een heleboel mensen geloven ook dat die sociale conventies, dat dat waar is. Ja. Ja. Dan loop ik de laatste tijd wel aardig tegenaan. Yes. En dan staan ze te kijken alsof je, alsof ze water zien branden. Okay. Yep. Daarom is het altijd goed om te onderscheiden of iemand op dat moment in een nogal afgescheiden modus zit of niet. Iemand die werkelijk goed afgescheiden is, daar kun je net zo goed niet mee praten. Het heeft gewoon geen zin. Er komt niks binnen. Het is hermetisch. Dus beter is om het goed te lezen hoe een organisme functioneert en te wachten op een moment dat er enige openheid is. En dan kun je kijken of, zoals ik dat dan vaak noem, een briefje kan posten. Of een uitnodiging kan doen tot het een of ander. En je zult herkennen dat je op een gegeven moment zo ziek wordt van die afgescheidenheid. Waar je zelf ook je dingen in ziet doen. Ja. Yes. Maar daar niet op is. Je kunt daarom ook zien van dat eigenlijk mensen het helemaal niet prettig vinden. Dus ergens wel en ergens niet. Heel veel van wat wij doen is eigenlijk om onszelf te vergeten. Dus alcohol en drugsgebruik sowieso, vooral als je genoeg ervan inneemt, dan vergeet je jezelf. Maar ook massa-events. Dus grote dans-events, voetbalwedstrijden, concerten enzovoorts. Die zijn allemaal ideaal om je uit die bubbel van zelfbewustzijn te krijgen. En je deel te voelen van een groter gebeuren. En dat is natuurlijk op een feestje niet zo erg, maar we moeten niet vergeten dat hetzelfde mechanisme tijdens de massabijeenkomsten van Stalin of Hitler, of toen ze feest vierden in Rwanda, gebeurde dat ook. Het is een transcenderend gebeuren in de zin van, we gaan uit die afgescheidenheid en worden eigenlijk een hive, hè, dus een bijenkorfachtig organisme die uit veel verschillende lichamen bestaat, maar één geest eigenlijk. En daar kunnen hele mooie dingen uit voortkomen. En uiteraard, omdat de realiteit zo is, de meest afschuwelijke dingen. Maar het is hetzelfde principe van een zoeken naar zelftranscendentie. Naar afkomen van het ik ben een afgescheiden wezen. Dus aan de ene kant is het gekke fenomeen bij het menselijke dier dat we daar heel erg aan vasthouden. Mijn mening en mijn waarheid en ik wil het zo. En tegelijkertijd die enorme neiging om te willen vervloeien. En een soort symbiotisch gebeuren zoeken. Nou, allebei die tendensen van dat heel erg vasthouden aan zo moet het. Of aan dat versmeltingsgebeuren, die verdampen op het moment dat awakening er is. Geen van tweeën is meer nodig, want er is geen gevoel van afgescheidenheid, dus geen noodzaak tot oplossen en dat soort zaken. En ook geen noodzaak om, dit is absoluut zo en jij moet het met me eens zijn. Dus heel veel dingen vallen eruit eigenlijk. Dus zelfbewustzijn, zeg maar, is wat bij afgescheidenheid is. Yes, en zelfbewustzijn is basically de hel. Je kunt die heel goed ervaren, heel veel mensen hebben dat in ieder geval, als ze uitgenodigd zouden worden of zich dat voorstellen, om voor 1000 man publiek of 100 whatever een praatje te moeten houden. En dan liefst onvoorbereid. Dan ga je heel erg opgesloten voelen en er komen angsten op van uitgelachen worden, uitgestoten worden. Het geeft een heel... Dat heb ik altijd voor zat zijn. Dat is ook weer een grapje. Punt voor jou. Ja. En daar zit dus een mate van gradatie in. Dus de mate van ruimtelijkheid, zat ook in Touw van Hans een hoofdstukje over ruimer of vernauwder staat van zijn of zijnsbeleving. Als dat zelfbewustzijn heel erg oploopt, dan ga je bijna helemaal samenvallen met dat lijf of eigenlijk alleen met de bovenkant. De rest dat doet eigenlijk niet mee, maar hier een enorme druk en oh my god. En de vrees van door de mand te vallen of, nou ja, wat ik zei, uitgestoten te worden. Of dat kan tot aan doodsangst of paniekaanvallen toeleiden. Ik weet dat, want dat deed ik vroeger aan. Mooie tijden waren dat. Ja, ja.
Kijk, en bij veel mensen is het zo van dat die wel geloven, en geloven daarmee bedoel ik dus dat ze dat diepgaand voelen. Hè? Dus wederom, het is niet alleen maar een ideetje, maar het is een diepgaand gevoel dat ik een afgescheiden wezen ben, al zullen ze niet in die termen daarover denken. Maar als daar nog een beetje ruimte in zit en dingen lopen wel aardig, hebben ze daar niet zo'n last van. Plus, het idee is gewoon dat iedereen dat heeft of dat iedereen zo is. Dus voelt dat niet als afwijkend. Het wordt pas erg als het dus heel nauw wordt. En dan roepen we meestal ook meteen een dokter of een psychiater of een psycholoog erbij. Vooral als het langer duurt. Because that's not good and it's no fun. Het is toch ook een proces van burn-out. Ja, al dat soort dingen hebben daarmee te maken, uiteraard. Ja. Sure. Het is onderliggend aan vrijwel... Nee, niet vrijwel alle... Aan een hele hoop lijden in de wereld is gewoon de overtuiging, ik ben een afgescheiden wezen. Waardoor je alleen al niet in staat zal zijn om je eigen compleetheid als zijn zelf te kunnen ervaren. En dus moet je van alles blijven aanvullen. Om die compleetheid maar te voelen in een relatie of in prestaties of in succes of aardig gevonden worden. Of. We krijgen allerlei niet werkende strategieën. En daar zijn we constant mee bezig. En afgescheiden wezentjes vertellen elkaar ook de hele tijd dat ze zorg nou maar dat je... En dan vul je een paar dingen in, want dan zou je dan gelukkig worden. Terwijl de bewijzen daarvoor zijn afwezig. Maar iedereen doet dat nou eenmaal zo. Terwijl in de omgekeerde toestand, als die eigen compleetheid gewoon de hele tijd ervaren wordt, dan is er dus een welkome ruimte waarin dingen kunnen gebeuren. Dus er kan relatie gebeuren of juist niet, of werk of juist niet, of hier of daar wonen, of nou ja, wat ik al zei, de socio-economische omstandigheden zijn, die gebeuren daarin. Maar het is niet van dat als dit en dit en dit nou maar gebeurt, dan ga ik compleetheid voelen of iets dergelijks. Nee, die is er al. En de rest is gewoon basically vrije tijd. Gewoon kijken wat er noodzakelijk of interessant is of waar iets nog van nut kan zijn voor een ander bijvoorbeeld. Weet je wel van, nou goed, dan, maar dat gebeurt dus niet meer om iets. Neutraal zijn, neutrale handen. Yes. Geen bijgedachte is een resultaat of iets. Right, exact. Dus hoe afgescheidener iemand is, hoe gefixeerder die op resultaten zal zijn. En hoe meer die geneigd zal zijn te forceren om dat resultaat te krijgen. En dat hij ook dus gelooft van dat als ik dit niet krijg, dan... En dan krijg je een doemscenario. En heeft hij soms een vluchten? Ja, uiteraard. Maar dat krijgen we gewoon niet door op een of andere manier. Nee, dat het altijd maar 5 minuten tevredenstellend is. Ben je kampioen en dan ben je bijvoorbeeld... Ja, uiteraard, natuurlijk. Je moet die beker blijven winnen. Het is leuk om naar te kijken in de zin van sport, maar het is een hele treurige levenshouding. Het hielp natuurlijk ook niet dat mijn katholieke kerk net gezegd dat iedereen geboren werd met erfzonde. Dat is heel fijn. Terwijl iedereen eigenlijk niet afgescheiden was. Yes, yes. Dat werd wel gezegd. En ja. Dat is... Daarom ben ik geen fan van religies. Nee, ik ook niet. Om het zacht uit te drukken. Is erfzonde terrible. De priesters en kerkleiders van allerlei gezinten zijn er meesters in om de, voor zover de teaching in die boekjes te vinden is die zinnig is, om die nog te vervormen of mis te begrijpen. Ja. Dit zijn religie, dus niet als iemand persoonlijk gewoon een deïst is, dus gelooft dat er in iets hogers is, whatever, is niet zo'n probleem. Maar op het moment dat er dogma's bij komen, het zijn power tools. Religie is politiek. Het is niet om mensen te bevrijden, maar om ze eronder te houden. That's why I hate it. En het gaat echt verheffend werken als je mensen constant 2000 jaar lang vertelt dat ze niet deugen. En eigenlijk bottom line, sinds Augustinus, van wat je ook doet, je blijft niet deugen. En of je in de hemel komt, ja, dat is de goddelijke loterij. Want je kunt doen wat je wil, maar er zijn geen garanties. En het is wat die figuur daar van, ja, doe die maar. En nou ja, dat is dan net de buurman, jammer. Je had nog nagedacht over verhuizen, maar te laat.
Dus ook een kernelement van afgescheidenheid is de zoekbeweging. En dan niet per se alleen maar de spirituele zoekbeweging, maar constant rusteloos zoeken naar iets. En ik heb het vermoeden, maar ik kan dat uiteraard niet bewijzen, dat het komt omdat er heel ergens vaag in ons intuïtief systeem een sens is dat we iets over het hoofd zien. Alleen we gaan het overal zoeken waar het niet is. Yes. Hoewel als je die afgescheidenheid zoals je dat nu neerzet, dan wordt mij ook duidelijk wat compleetheid is, wat je bent. Daar hoef je eigenlijk niet naar te zoeken. Right. Ja. Voordat je gaat zoeken, is het er al. Dus daarom schrijf ik ook aan van je op een gegeven moment word je zo helder dat je ziet dat iedere zoekbeweging is er vandaan. Zelfs je spirituele zoekbeweging. Maar dan, dat kan pas herkend worden en dan telt het ook pas. Dus niet als je deze zin begrijpt hier. Als je dat werkelijk ziet, dan valt het zoeken eruit. Vandaar dat ik aanvankelijk ook niet riep van ik ben wakker of iets dergelijks. Maar dat de zoektocht ten einde was. Het viel gewoon uit elkaar. Er was niet meer een ergens anders om wat dan ook te zoeken. Want er ontbrak niks. Je gaat alleen zoeken als je ergens het vermoeden hebt dat er iets ontbreekt, right? Maar die zoekbeweging die wordt in een samenleving, zeker een complexe samenleving, zo afgeleid van waar die eigenlijk om gaat. Eigenlijk is het een zoeken naar jezelf, of naar wat je bent. Maar het wordt afgeleid met succes en geld en macht en whatever. Allerlei dingen van out there of spullen of nou ja, noem maar op. Er is zo'n myriade aan dingen waar je je in verliezen kunt, als het ware. Het gaat om een bewustzijn op dat wat je moet formuleren. Dat is een afgescheiden. Yes. Een bewustzijn is wat je anders in zoekt. Yes. Bewustzijn geeft inzicht. Yes. En juist door het te laten zijn. Ja. Want al die zoekbewegingen die zijn dus om die compleetheid te vinden aan de ene kant, maar ook constante zoekbeweging om schuring te ontwijken. En dat is begrijpelijk, we willen geen pijn, we willen geen frictie. Dus zoeken we de hele tijd naar afleiding of oplossingen om die frictie niet te voelen. Terwijl als iemand helder genoeg wordt, dan weet hij dat hij juist daar waar de frictie zit, dat hij daar naartoe moet. Net daarachter ligt het inzicht of het moment of de kans op transformatie. Precies daar waar het pijn doet. Precies daar waar ik niet wil zijn. Maar iedereen vertelt ons, blijf dan maar uit de buurt en het komt wel goed. En neem een pilletje en studeer naar mijn hart en gaat wel over. Zoek dan ook een vriendje. Whatever. Wat je denkt met de mantel der liefde. Ja, 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 en inderdaad, ze denken dus ook dat dat soort adviezen hulp is. Ja. Ja, in de normale zin van de show must go on en doe niet zo raar en dan wel, maar in werkelijke zin niet. Het is behoorlijk treurig allemaal. Ja. Ik ben blij dat ik wakker ben, anders word ik er depressief van. Ja. Je hebt wel eens gezegd van probeer eens iets los te zien. Nou, met dat dingetje heb ik me toch wel vermaakt, want dat is niet te bevatten. Right. Maar je blijft het zo af en toe eens proberen, gewoon omdat dat leuk is. Van hoe kan iets los zijn? En dan denk je naar een stoel en dan, ja, maar dan heb je die achtergrond nog, dat zie je nog, dat is er. Ja. En op een gegeven moment. Het is altijd deel van diezelfde compleetheid en het duikt tegelijkertijd op met dat jij opduikt. Niet eerst jij en dan de wereld, of eerst de wereld en dan jij. Dus hoe komen we erbij dat dat twee zou zijn? Het slaat gewoon nergens op. En niemand heeft dat ook ooit zo ervaren en we geloven er allemaal in. Het is echt unbelievable. Ik en de ander. Altijd tegelijkertijd. Ja.
ieder kind vanaf 2 jaar kijkt in de spiegel en dan ontstaat er toch een ik in hem. Ja, dat is allemaal mooi en aardig, maar die ik die duikt tegelijkertijd op met die spiegel. Mm-hmm. Dat is bij iedereen zo, altijd, alleen het valt niemand op. En dus blijven we zeggen ik en de spiegel of ik en mama alsof het 2 losstaande dingen zouden zijn. It never happens. Ja, maar je zei, niemand heeft het ooit zo ervaren, maar ik moet er even over nadenken. Ja, doe maar. Het is toch een mooi verhaal van een klein kind die de gezicht moest wassen en die ging naar boven voor je spiegel en die begon de hele spiegel schoon te maken. Yes. Ja, hoe bedoel je dat? Niemand heeft het ooit zo ervaren. We gaan constant voorbij aan onze eerste feitelijke ervaring. Dat zodra ik er ben, er meteen omgeving of wereld is. Dus gelijktijdig. Dus afgescheidenheid, feitelijk, heeft nog nooit iemand ervaren. Dat denken we alleen maar. It's a construct. En even wachten, die gaat maar door, net als een estafette dingetje, want iedereen, dit ben jij en dat is. Mm. Dus die afgescheidenheid, die wordt er van kinds af aan met de paplepel ingeramd. En dat duurt een aantal jaar en dan werkt het. En als het eenmaal erin zit, dan is het blijkbaar heel erg lastig om het eruit te krijgen, terwijl nog steeds de eigen ervaring is, zodra ik er ben, is er een wereld. Of omgekeerd, zodra er een wereld is, ben ik er. Want die 2 kunnen niet los van elkaar. Het is geen 2. It's amazing. Gelijktijdigheid is dus ook een begrip. Ja. Ja. Vandaar, omdat we dus die gelijktijdigheid niet zien, denken we graag in zwart-wit. Ja. Dit is zus en dan is dat zo. Het is of dit of dat. Nope. Ja, ik dacht als we dat niet allemaal zouden ervaren, dan is er ook niks om van wakker te worden. Voilà. Als we dat niet allemaal al zouden ervaren, dan zou er ook niks zijn om van wakker te worden. Dus ik liep even vast op dat hij zei, er is niemand die het, maar nu ben ik mee. Nee, ik heb nog steeds niet. Oh. Don't worry about it. Als iedereen gewoon bij, anders gezegd, als iedereen bij zijn feitelijke ervaring bleef, dat hij of zij gelijkertijd opduikt met de wereld, dat hij dus niet dat niet afgescheiden is, was er niks om wakker van te worden. Want dan was er geen afgescheidenheid. Maar hoe verhoudt zich dat dan tot, nou, je slaapt en dan word je wakker en een enkele keer heb je dan dat je gedesoriënteerd, dan is er nog niks. Dan is er, en dan komen die dingen zo je leven invliegen. Ja, als je helder genoeg bent, dan kun je zien dat dat dus opgebouwd wordt. Ja, dat wordt opgebouwd dan. Dan vliegt het als het ware zo de elementjes erin. Yes. Tegelijkertijd, het begint pas op te bouwen op het moment dat die I am er is. Die komt op en meteen begint zich de kamer en de ideeën en de emoties en de fysieke sensatie op te bouwen. Het is tegelijkertijd. En als je heel helder bent of heel stil, dan kun je zien hoe dat hologram als het ware in elkaar gezet wordt. Maar het is nog steeds tegelijkertijd. Het kan niet opgebouwd worden zonder I am en zonder die opbouw kan er geen I am gevoel zijn. It's the same stuff. Nou, de opbouw bestaat bij de gratie van dat ik er ben. Dat moet je er zijn. In de absolute zin. En welke andere zin is er nog? De bewustzijnszin, I am. Maar die valt daar ook in, toch? In die nee, dat kun je niet zeggen. Maar dit wordt een taaldingetje. Je kunt namelijk niet zeggen dat er iets in het absolute is, want dan zou het een soort container zijn of een ruimtelijk iets of tijdgebonden iets. En it's not like that. Dus zelfs als ik zeg, dan gaat dus ook mank, en dan heb je taal, van dat de I am spontaan tevoorschijn komt uit het absolute, dat kan eigenlijk niet, want het absolute is niet iets waar iets uit kan komen. En omdat we hebben alleen maar ruimte-tijdtermen. En ja, it's beyond time. Dus. And it's prior to space. Dus. Het wordt lastig. Dus dit absolute is er, maar waar het nu om gaat is, zodra er een I am sensatie is, is er een omgeving, een ruimte. Die zijn tegelijkertijd. Trek het I am eruit en de wereld is weg. So it's the same stuff. Het is niet 2. Precies wat Advaita betekent, niet 2.
Wat dus verwijst naar dat wij allemaal in die staat van tweeheid zitten, dus in dualiteit geloven, terwijl het er niet is. Het is best knap eigenlijk. Hè? Om massaal in iets te geloven wat er niet is. Dus eigenlijk dat wakker zijn is niet zo bijzonder. Maar dat er bijna 8 miljard rondlopen die denken dat het is zoals het niet is, dat is wauw, Maya rocks. Ja, eigenlijk wel. Ja, het is te vroeg om weg te gaan. Dat mag echt niet. Maar het gevoel van afgescheidenheid, dat komt door de identificatie met het lichaam en al dat geklets hier. Yes. Dus dat is dan zo raar, nou ook weer niet. Toch? Ja, voor mij wel. Ja. Ik begrijp dat het wijd verspreid is enzovoorts, maar... Hoe langer je weet, en dat geldt ook op relatief niveau, dat iets zus is, maar niet zo. En je blijft mensen het tegendeel horen beweren, omdat ze bepaalde kennis niet hebben of vasthouden. En hoe langer dat duurt, hoe raarder het wordt. Als je dan mensen hoort praten vanuit een standpunt dat irreëel is. Is dat af en toe van, nee. Als je dit aanneemt en dat en dat en dat... En denk dat er zo, ja, dan begrijp ik het. En, dan snap ik dat je denkt dat je in de problemen zit, terwijl dat niet het geval is. Maar wie het hoort, nee, dankjewel, ik heb wel een beetje sympathie voor mijn ellende. Ga maar naar je moeder. Dan krijg je een lolly en een knuffel. En dan gaat het wel weer. Absolute is prior to space. Ja. Prior to consciousness. Personal consciousness bedoel je? All kinds of consciousness. Maar wat ik dus een hele leuke, maar erg dramatische uitdrukking vind, is... ik kan niet zien waar ik ophoud en jij begint. Right. Zolang je dat nog niet ervaart, is dat toch een hele dramatische uitdrukking. Yes. En sommigen die vatten het helemaal niet. Als ik dan inderdaad wel eens roep van, nou, zoek die grens dan maar op tussen jou en mij. Waar begin je, waar hou je op dan precies? Sommigen die don't get it, anderen meteen. Ja. Yeah. Wonderlijk. Nee, ik kan hem niet vinden. Ik vind hem moeilijk. Ik vond het makkelijker dat toen je op een gegeven moment zei van ik verplaats me niet. Mm-hmm. Dat vond ik veel makkelijker te onderzoeken. Ja. Vandaar dat ik allerlei verschillende dingen roep. Ja, 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 ja. In de hoop dat er iets voor jou bij zit. Maar die klinkt op zich... Net zo belachelijk. Ja. Wat was de laatste? Dat jij je niet. Dat je je niet verplaatst. Je beleving is alleen maar hier nu, altijd. Dus het decor wordt voorbij getrokken. Daar lijkt het eigenlijk op. Ik kan alleen maar hier nu zijn. En dat geldt voor iedereen. Maar dat wordt door met een afgescheiden geestje... Wordt dat door de omgeving wordt dat teniet gedaan. Maar wat ik ben gaan doen, is zo tien keer op een dag even de ogen dicht. En dan weet je van ja, ik ben hier nu en nergens anders. Ja. En dan doe je ogen open en dan is die omgeving er weer. Het is dan anders dan dat je hier zit, bij wijze van spreken. Ja. Maar goed, dat maakt verder geen reet uit. Exact. Dus weer daar de primaire beleving is, I'm here right now. Altijd. Ja. Waar ik ook ben, wat er ook gebeurt, I'm here right now, only here right now. Dat is iets waar iedereen kan ontdekken. It's not that hard. Sterker nog, je kunt er niet omheen.
En dat vind ik dus het leuke van Advaita pointers. Je hoeft daar niet in te geloven. Je kunt zien voor jezelf. Je hoeft er ook niet om te bidden. Er zijn geen rituelen voor nodig of iets dergelijks. Gewoon kijken. Ja, en daarom blijf ik het verbazingwekkend vinden dat er weerstand is, dat er angst is. Waarvoor? Ik begrijp het niet. Ja. Inderdaad, ik ook niet. Ja, het zal op een gegeven moment wel wegvallen. Nou ja, behalve op een rudimentair niveau, wat ik steeds zeg, van we hebben ook nog gewoon met biologische programming te maken. Dus de psychologisch-culturele, die kun je aan de kant krijgen, de biologische niet of nauwelijks. Het zit er gewoon al miljoenen jaren in, dus dat is oké. Okay. En dat is ook niet zo erg, het is handig om als er een slang is opzij te stappen en hem niet te knuffelen. Ja. Weet je nog eens. Ja, die kwam op een gegeven moment ook van ja, angst. Ik zal er maar vertrouwen in hebben dat ik als het nodig is, ja, de goede fight or flight reactie heb, exact. Maar voor de rest, ik zie het niet meer. Nee, maar dan hebben we dus op cultureel sociaal niveau of psychologisch level is het dus op een gegeven moment gewoon niet meer nodig. Maar gewoon op een rudimentair niveau is fight, flight of freeze is een hartstikke handig driewegsysteem. En als we niet zo heel erg fucked up zijn, dan werkt dat gewoon heel adequaat. Daar moet je maar vertrouwen in hebben. Ja, dat merk je vanzelf. Want als het een keer verkeerd was, dan game over. Dus dat redt het zichzelf. Het is soms leuk, als er helderheid is, om dat organisme dus op dat level een fight or flight reactie te zien maken, maar dat er dan geen geestelijk emotioneel tumult is. Terwijl vroeger leek dat gewoon één brei, dat als dat reptiele brein aanging, dat er dan ook meteen emotionele hijsa en geestelijke paniek en dat duurt allemaal heel lang en dan er eindeloos over willen praten en weet ik veel wat, weet je. En vanuit die helderheid, er is gewoon een schrikreactie of een ingrijpreactie, maar er gebeurt verder gewoon niks. Dus als dan de situatie over is, en dat duurt een aantal seconden of zo, dan... Ik had het gisteren aan de hand, toen ging de relatie over en ik stond erbij en keek ernaar. En er was zelfs iets wat in me opkwam, dat verlangde naar de oude drama, wat er vroeger was. Ja, de bekende vorm van pijn. Ja. Oké. Doe maar niet. Nee. Een rondje gelopen. Ja. Nee, dat was wel een tijdje onbestemd gevoel. Maar... Uiteraard, natuurlijk. En het mag zelfs verdrietig voelen en zo, maar we hoeven er geen drama van te maken. Ja, er was ook niet de neiging om te gaan onderzoeken of zo. Dat hoeft ook niet altijd. Als we geen weerstand hebben, processen dingen zich vanzelf. Dus als wij zeggen van ik moet dit doorvoelen, betekent het eigenlijk dat ik constateer dat ik weerstand heb tegen iets. En dat ik tegen mezelf zeg van ja, dude, dit is niet handig. Ga eens even kijken. Maar als het nog wat losser is, dan valt er dat zelfs niet meer te zien. Want er gebeurt iets. Het wordt meteen al ontvangen eigenlijk. En het processen gaat gewoon volledig automatisch zonder dat het speciale activiteit behoeft. Op een gegeven moment dan is het gewoon niet meer mogelijk om iets niet te voelen of te zien. En gaat dat gewoon onderwijl, terwijl je aan het afwassen of aan het werk bent of whatever. Dat is dan een gebroken hart, maar de andere kant is er ook heel erg houden van iemand. Hè? Ik bedoel, dat is dus een preferentie van gebroken hart of houden van. Ik bedoel, dan zou je het ene weer lekker en het andere niet of zo. Of is dat ook niet eens zo? En hoezo, hoe functioneert dat dan goed? Is het eigenlijk een zaak doen? Nou, wat leuk is om op te merken, is dat we zouden kunnen doorkrijgen dat als je heel erg, wat klinkt als overdreven, van iemand houdt, dat daar het zaad van ellende al in zit. Want als ik overdreven van iets hou, dan ben ik er ook vrij snel gehecht aan. En alles wat ik kan zien, is veranderlijk. Is? Veranderlijk. Veranderlijk, ja. Dus die ander kan doodgaan, weglopen. Iemand vinden die nog veel leuker is dan jij. Dus de kansen dat het lang duurt en goed gaat, zijn vrij klein. Dus enig realisme ben ik altijd fan van. Ja, dus iedere vorm van plezier,
daar zit het tegendeel al in. Ja. Iedere vorm van lijden bevat ook een kans om iets in te zien. Nou, als we dat glashelder hebben, dan zal de neiging afnemen om overdreven naar buiten gericht te zijn. En dan nog zullen er preferenties zijn, obviously. Hè, wat ik dan noem, van het ene akkoord kan heel mooi met het andere akkoord samenklinken, zolang die akkoorden goed gestemd zijn en zolang die goed met elkaar samenklinken. Tenzij de muzieksleutel verandert. En dan zijn diezelfde akkoorden ineens totaal onbruikbaar bij elkaar. It happens. Dus we moeten dat eigenlijk incalculeren. En het voordeel is van als je gewoon heel erg het besef hebt van ik ben hier, dat je ook niet je zo blind staart op dingen als termijn. Mijn relatie, voor zover ik weet, is nu goed. Dat zegt niks over morgen. The winds can change. And then I will know. Ja, dan hoef je verder niks mee te doen. Voilà. Dus relatieproblemen, daar doe ik niet aan. En dat wil niet zeggen dat ik in de 14 jaar met Kasia niet af en toe moeilijkheden had. Maar er is een openheid, en aan haar kant ook, om gewoon te kijken naar wat aandacht vraagt. En we weten allebei dat het zal duren zolang het duurt. Het is till life does us part, right? Het is allemaal tijdelijk. Alles. Dat wel, maar dat maakt ook de beweging. Als het niet tijdelijk was, een saaie boel. Voilà. Dat is geen weg. Natuurlijk. Het feit dat je weet dat je doodgaat, geeft leven. Yes, ja. Yes. En opluchting. Ja. Zo leuk is het nou ook niet allemaal, hè? Ja. Best te doen. Iedere dag aankleden, kleren, tanden poetsen. Dan moet je weer eten. En dan gaat iemand tegen je aan staan praten terwijl je dat niet wil. Dan ga zo maar door en dan moet je weer naar Utrecht. En dan ga je weer geld verdienen en dan moet je weer iets verzinnen om het dan uit te geven. Gelukkig is het gas duur, dus ik denk dat ik morgen maar gas ga kopen of zo. Ik heb het niet nodig, maar... Maar er is niks aan de hand als je het allemaal ziet en herkent. Dan moet je weer een boek schrijven, dan heeft Jan weer 500 pagina's materiaal, dan moet ik weer aan de gang. Terwijl ik dacht van, nou, ik heb mijn best gedaan, dus ik ga eens even pauze. Nee hoor, chop chop jongen, zegt hij dan. Jan. Slaafdruiven. Kortom, met mij gaat alles goed. Nou, fijn. Ja, dan mag het. Dankjewel. Fijne dag en heb een fantastisch leven. Dat is voor iedereen prettiger. Voor je familie en zo. Die zijn je gezellig lang buiten.